Elias zou bij zijn tante logeren. En volgens Find My Friend zou ze hier moeten wonen. Ivy. Hoi. Wat doe je hier? Dit is groep 8 van de Regenboog in Zwolle. De klas gaat op musicalkamp om hun eindmusical in te studeren en krijgt erbij hulp van professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Terwijl Ivy stiekem bij Elias op bezoek is, heeft de klas een zangrepetitie met Maurice en Carolina. Want binnenkort gaan zij de hoofdrollen verdelen. Zo is het genoeg voor vandaag. Het klinkt echt al heel erg lekker. Maurice en ik gaan vanavond de eerste hoofdrollen bepalen. Maar ik weet nu al dat het echt een geweldige voorstelling gaat worden. Ja, dus zorg dat jullie een beetje op tijd gaan slapen vanavond. Hè? Want morgen wordt het weer een hele lange, goede repetitiedag. Ja. Je krijgt sowieso een hoofdrol. Denk je? Zeker weten. Carolina is dol op je. Ze is de hele tijd aan het glimlachen als je zingt. Het zou echt leuk zijn als ik de hoofdrol krijg. Dan snappen mijn volgers meteen ook waarom ik een beetje te druk was om te posten. Meiden, hebben jullie Ivy gezien? Ze had last van haar buik. Ja, heel erg. Ze had krampen. Ik denk dat ze op de wc zit. Ik had verwacht dat Ivy echt al lang terug zou zijn. Ik weet niet haast wel zeker dat de meester erachter gaat komen dat ze niet meer op het kamp is. Jairo, heb je zin om te voetballen? Nee, ik heb chocorvee voor het avondeten. Ja. Loop je nou een blauwtje bij je beste vriend? Jullie schillen de aardappelen. Kom maar mee. En jullie maken de spruiten schoon. Spruiten? Die eet ik echt niet. Spruiten zijn gezond. Bovendien bepalen jullie niet wat er gegeten wordt, maar dat doe ik. Aan de slag. Lars is jouw beste vriend, toch? Hoezo? Nou, ik zag jullie net samen en volgens mij was jij niet heel vriendelijk. En je vindt Naomi leuk, toch? Ik wil gewoon even die aardappelen schillen. Maar het is dus waar. Dit is dus precies wat ik niet wilde. Lars had gewoon zijn mond niet te houden. Ja, ik vind Naomi leuk. Nou goed. Waarom heb je dat nooit gezegd? Waarom zou ik? Alsof jij je daar iets van had aangetrokken. Als ik het had geweten, dan had ik nooit tegen je gezegd dat ik haar zou gaan versieren. Echt? Ja, natuurlijk. Dan had ik dat gewoon gedaan zonder dat je door had. Charlie. Charlie, waar is Ivy nou? Ik heb net alle wc's gecheckt, maar daar is ze niet. Ivy, ik denk dat ze slaapt. Dat dacht ik ook, maar de slaapzaal is leeg. Ze is wandelen. Ja, ze had frisse lucht nodig. Hoofdpijn en zo. Nou, dat had ze dan wel even mogen zeggen. Ga zitten. Je had niet moeten komen, Ivy. Ik weet dat je boos op me bent. Waarom heb je tegen me gelogen? Ik heb gelogen over mijn leeftijd, dat weet ik. Dat had ik niet moeten doen. Maar ik was bang dat als je wist dat ik in groep 8 zat, dat je geen verkering met me zou willen. Ik ben niet boos. Niet? Niet meer, nee. Echt niet? Nee. Echt niet. Ik had tijd nodig. Maar je hebt gelijk, want je bent 12 en ik ben 16. Je vindt me toch leuk? Ja. Ik vind je heel leuk. Maar we kunnen geen verkering hebben. Sorry. Zeg dat je hier blijft, voor altijd, maar is dat genoeg? Hey Duke, zet hem maar op tafel neer, hier. Ja, dames, denkt er dan dus aan, de vorken links en de messen rechts. Denk eraan, dames, vorken links. Jij wordt toch ook gek van een mens?
Ga je nou meteen weer weg? Ja, anders wordt die Simone weer boos. Maar ik zie je zo toch nog? Als je opschiet, mag je naast me zitten. Het zit zo. Naomi vindt mij leuk. Dus wat Jairo van haar vindt, ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Hij is namelijk kansloos. Als je nog wil winnen met die weddenschap, moet je vaak iets doen, hoor. Zag je hem knipogen? Ja, maar wil je er echt mee doorgaan? Is het niet een beetje flauw of zo? Geef je het op. Dan moet je mij trakteren op hamburgers en patat. Nee, daar gaat het niet om. Het is gewoon een beetje... ja, gemeen. Een beetje gemeen? Het is heel erg gemeen. Maar bij Duke vind ik dat helemaal niet erg. Hij vraagt er echt om. Het ergste is dat Naomi eigenlijk wel gelijk heeft. Duke is echt wel een opschepper, maar hij is ook zo leuk. Oké, ik geef me gewonnen. Gefeliciteerd. Als er geen weddenschap meer is, dan hoeft Naomi ook niet meer gemeen tegen Duke te doen. Nou, op deze manier wordt het een kwartier later voordat we gaan eten. Ja, prima. Genoeg gewerkt voor vandaag, jongens. Ik maak het wel alleen af. Dan gaat het een stuk sneller. Oh, Charlie en Olivia, kunnen jullie Ivy even roepen? Anders weten ze niet dat we gaan eten. Ja, maar ik denk echt dat ze zich niet lekker voelt, hoor. Dan moet ze juist wat eten. Daarom vraag ik het. Is er iets? Weet je het zeker? Dat mijn moeder streng doet tegen mij, dat vind ik niet zo erg. Maar dat ze streng doet tegen mijn klasgenoten, dat vind ik wel stom. Maar ik denk eigenlijk dat mijn moeder helemaal niks door heeft. Ik ga even teksten leren. Hey. Als je vanavond niet kunt slapen, dan mag je weer bij mij komen, hè? Dat hoeft niemand te weten. Ik snap het niet. Maakt het nou uit dat ik iets jonger dan jou ben? Over 4 jaar ben ik ook 16. En mijn vader is ook 4 jaar ouder dan mijn moeder. Ivy, ik ben 16 en jij zit in groep 8. Dat kan toch niet? En dat snap je zelf ook, want anders zit je niet gelogen. Ik zeg toch sorry? Wat is dat de hele tijd met die telefoon? Het is Charlie uit mijn klas. We gaan over een kwartier eten en ze zoeken me allemaal. Ja, dat red ik nooit. Ik breng je wel met scooter. Dat hoeft niet. Weet ik, maar dat wil ik graag. Kom. Het avondeten wordt intussen op het musicalkamp klaargemaakt. En Duke gebruikt die vrije tijd om de musicalliedjes nog wat extra te oefenen. Friendship will tell us. We kunnen samen zoveel meer. Doe, want je doet het nooit verkeerd. Klinkt best wel goed. Oh, hey. Ga je voor een hoofdrol? Nou, ik denk niet dat Maurice en Caroline mij die hoofdrol willen geven. En ik moet ook wel zeggen dat de rol van Corrie niet echt bij me past. Denk je? Ik weet het wel zeker, maar dat maakt niet uit. Ik heb weer andere talenten, toch? Yara? Ja? Mag ik jou wat vragen? Ja? Heeft Naomi het wel eens over mij? Ja, je kan het gewoon zeggen, hoor. Ze is gek op me. Denk je dat zij het leuk vindt als ik haar verkering vraag voor de hele klas? Nee. Ik wil dus tegen hem zeggen dat het een weddenschap is. Dat Naomi hem helemaal niet leuk vindt. Dat ik hem wel heel leuk vind. Maar dat kan niet. Nee. Ik bedoel, misschien is het beter als je... Nou ja, misschien... laat maar. Ik had het jou ook niet moeten vragen. Ja. Niet tegen Naomi zeggen, ja? Je komt op tijd voor het eten. Maar niks uit. Doe maar rustig aan. Heb je nog benzine? Ja, de tank is vol. Het doet echt niet meer. Ik denk dat we nu gaan fietsen. Heeft iemand van jullie Ivy gezien? Ze ligt op bed. Zal ik even kijken? Dit noud! Gedraag je. Spruitjes. Spruiten zijn gezond. Hoe eerder ze dit leren eten, hoe beter. Hey, is deze stof voor mij? Ik zei toch dat ik een plekje vrij zou houden? Hey, eigenlijk zijn we best wel een goed stel, hè? Niet waar? Ik weet niet. Zijn wij een stel dan? Nou ja,
ik zou dat wel leuk vinden, maar... Sorry, mag ik even de aandacht? Lieve Naomi, wil je verkering met mij? Yes! Yes? Nee, natuurlijk niet! Yara en ik hadden een weddenschap over wie jou het eerst zou versieren. En ik heb gewonnen. Dus je wil geen verkering? Met jou. Nee, echt niet. Ik heb niet zo'n honger meer. Jongens, jongens, kom op. We zijn er. Ik kan maar beter niet dichter bij het kamp komen. Nou, als je opschiet, red je het misschien nog. Wat is er? Als ik nu naar binnen ga, dan zie ik je nooit meer. En dat wil ik niet. Ik weet dat je iets ouder dan mij bent, maar als je niet op een scooter zit, dan valt het echt niet op. En als je niet naar het kamp was gekomen, dan had je nu nog steeds niet geweten dat ik iets jonger dan je ben. Wat maakt het nou uit? Het maakt uit, Ivy. Maar ik ben nog wel heel verliefd. En ik wil je ook niet kwijt. Echt? Blijven we samen? Niemand mag het weten. Echt niemand. Ik kan het wel blijven ontkennen, maar ik ben gewoon echt heel verliefd op Ivy. Alleen bouw ik wel van het leeftijdsverschil. Kom op, zet het in één keer in die bak. Yes, zet maar hier neer. Waarom zit dat bestek nog niet hierin eigenlijk? Kom op. Yes. En dan, ja. Kom eens, Helen. Ben jij vriendinnen met die Naomi? Niet echt. Oh, gelukkig, want ik heb liever niet dat je met dat soort meiden omgaat, oké? Oké, ik ben er nu echt klaar mee. Mijn moeder zegt super irritant. Ik weet dat ik heimwee krijg als ze er niet is, maar dat heb ik er wel voor over. Charlie, ik ben er helemaal klaar mee. Ik kan Ivy nergens vinden en ik wil nu van jullie horen waar ze is. Ivy is... Nou? Hier. Ik heb echt een uur gedoucht. Sorry dat ik laat ben voor het eten. Is er nog iets over? Ik heb echt honger. Volgende keer in de Eindmusical. Vandaag, na de repetities, hebben we een speurtocht. Iets minder vloggen, iets meer corvée, Noah. Over 2 minuten gaan we ontbijten. En, hoe was het? Ja, mijn ketting ging eraf, dus ik heb hem er weer op moeten zetten. Nou, dat shirt, dat kan je beter weggooien. Die vlekken gaan er echt nooit meer uit. De hoofdrol bij de meiden gaat naar...